Ja, ze zouden hier ergens moeten rondlopen. De zeldzame heidekoe. Hier op 8 maal zijn de laatste 5 jongen geboren en er is er eentje op komst. Maar of we die vandaag gaan zien, ik weet het niet. Ja, ik mis er één. We missen er eentje? We missen er eentje. Dus ik denk dat ze een kalfje heeft gehad. Maar waar ze ligt... En de anderen hebben allemaal al een kalf gehad. Behalve Annemarie dan. Want zo heet de laatste koe. Kom maar, Willemien. Kom maar. Kom maar, vrouwke. Kom maar. Ja, ze zijn gewoon heel nieuwsgierig. Wat is zo uniek aan deze dieren? Ze zijn zeldzaam, maar wat kenmerkt ze? Ze zijn kleiner van soort. Kleiner. Ze groeien langzamer op. Ze zijn heel erg bestand tegen het weer. Ze zijn wel wat aanhankelijker, lijkt wel. Dat komt ook een beetje misschien door ons. Want wij vinden het gewoon ontzettend leuk om elke dag gewoon hier bij die koeien te zijn. En waarom maakt ze nou dat geluid? Misschien zoekt ze ook wel Annemarie, die we kwijt zijn. Dat ze zoiets heeft van, God, waar ben je? Ja, ja. Want dat is een beetje de baas van de kudde. Ja, ik vind het wel belangrijk om even te kijken of ze inderdaad een kalf heeft gehad en of het goed is. Nou, ik zie ze nog niet. Je ziet ze net boven het gras uitkomen. Dus we gaan kijken of ze een kalfje heeft gehad. Ben je met z'n tweeën of niet? Ja, hier ligt er eentje. Onze koeien krijgen allemaal een specifieke naam. Wij verzinnen er altijd iets bijzonders aan. En wij vinden het wel heel toepasselijk, denk ik, dat we dit koetje Hannelore gaan noemen. Naar jou. Als jij het goed vindt. Nou, dankjewel. Ja. Absoluut. Kun je nog een keertje komen kijken? Nou, wat een eer. Dankjewel.